Michael van Toeren houdt zilver vandaag op het WK in Limburg. In hoeverre betekent dit een overwinning voor jou? Ja, toch wel veel. Als je tussen die twee kleppers kunt staan op het podium, is het gewoon net een overwinning. Dus ik was naar hier gekomen met een bronzen medaille in mijn hoofd. En als het dan een zilveren medaille wordt, dan is het nog zoveel mooier. Heeft het jou verbaasd dat je uiteindelijk tweede bent geworden? Ja, toch wel. Ik wist dat er zeker een snelle start ging zijn van Mathieu. Dus dat was de bedoeling om zo lang mogelijk mee te gaan. En dat is me wel gelukt. En ik denk dat Wout vandaag wel iets sterker was. En ik en Mathieu een beetje aan elkaar gewaagd waren. En op het einde maakte hij een klein foutje, denk ik. En dan was het genoeg voor die tweede plaats. Je zei al, hè, ging voor brons eigenlijk achter die twee kleppers. Wat betekende dan voor jou dat je uiteindelijk toch Mathieu verklopt? Ja, dat was zeker niet gedacht. Ik dacht dat het zeker direct een duel ging zijn tussen die twee. Ik had niet gedacht dat Wout zo snel ging wegrijden van de tegenstand. En dan was het wel toch wel content dat ik samen met Mathieu dat duel kon aangaan. Dankjewel.